Goedemorgen iedereen. Goedemorgen. Welkom op het seminarie rond BIM. Mijn naam is Benedict de Klerk en ik werk voor de Vlaamse Confederatie Bouw, waar ik mij voornamelijk bezighoud met innovatie en nieuwe technologieën en ook voor een groot stuk met alles wat te maken heeft met BIM. Ik ga zo dadelijk het woord geven aan Charlotte Euben, hoofdadviseur bij het WTCB. En Charlotte heeft twee presentaties voor ons in petto. Ze zal eerst aantonen op welke manier BIM een rol kan spelen bij de algemene digitalisering die vandaag aan de gang is binnen de bouwsector. En nadien zal zij een presentatie geven over hoe we nu BIM daadwerkelijk kunnen implementeren. Hoe begin ik eraan en waar moet ik aandacht aan besteden? Na die presentatie zal ik zelf nog een aantal slides delen met betrekking tot de verschillende initiatieven die wij vanuit de Vlaamse Confederatie Bouw en vaak ook in samenwerking met het WTCB gaan uitrollen. Een aantal nog dit jaar, een aantal voorjaar volgend jaar. En de bedoeling van die opleidings- en begeleidingstrajecten is om jullie echt te ondersteunen bij de implementatie van BIM, maar dan voor verschillende doelgroepen. Want we begrijpen dat niet voor iedereen de implementatie van BIM op een uniforme manier kan gebeuren. Tot slot nog enkele praktische zaken. De presentaties van vandaag zullen in PDF-formaat ter beschikking gesteld worden. Dat zal gekoppeld worden aan een evaluatieformulier. Dus ik zou het heel fijn vinden mochten jullie het evaluatieformulier kunnen invullen. Op die manier kunnen wij onze webinars in de toekomst ook nog verbeteren. En een tweede opmerking betreft de Q&A. Er kunnen vragen gesteld worden, maar dat dient te gebeuren via de chatfunctie die u rechts bovenaan in de menubalk ziet en daar kan u uw vraag intypen en dan zal ik of Charlotte daar proberen een antwoord op te vormen. Ziezo, ik ga het hierbij houden wat de inleiding betreft en ik geef graag het woord aan Charlotte en ik kom straks bij jullie terug. Dank u. Bedankt. Goedemorgen allemaal. Ik ben Charlotte Euben van het WTCB. En ik heb inderdaad twee presentaties voorbereid. Dus eerst, zoals Benedict al zei, BIM eigenlijk binnen de digitalisatie. Hè? Welke rol speelt BIM binnen de digitalisatie van de bouwsector? En dan een tweede luikje gaat meer over, oké, we zijn overtuigd, daar gaan we dan vanuit. Wat zijn nu de volgende stappen? Hoe ga ik daarmee aan de slag? Dus ik begin met het eerste luik. Hè? BIM als belangrijke speel binnen de digitalisatie of digitalisering van de bouwsector. In dat eerste luik heb ik drie delen voorzien. Dus eerst een klein beetje de context schetsen van BIM. Hè. Dus de BIM situeert zich effectief binnen de digitalisering. Dan een luikje, wat is BIM? Omdat ik ervan uitga dat er misschien niet mensen zijn die nog niet heel goed weten wat BIM is. En dan als derde deeltje eigenlijk echt de focus op oké, hoe zien we nu dat BIM eigenlijk als speel in die digitalisatie aan bod komt. De context schetsen, dus we zitten met de digitalisering in de bouwsector. Denk daarbij bijvoorbeeld aan drones. Drones zijn het algemeen aan het opkomen, maar ook in de bouwsector kun je vandaag de dag al dienen voor bijvoorbeeld live inspectie van moeilijk bereikbare elementen. Als je ergens een lek hebt in een dakgoot dat hoog is bijvoorbeeld, of zeg maar wat, dan kan je met die drone dat gaan bekijken. Je kan ook volumes en dergelijke van terreinen gaan bepalen. Denk ook aan virtual reality of augmented reality. Virtual reality wil zeggen dat je eigenlijk volledig in een virtuele wereld gaat begeven. Dus dat de werkelijke wereld even niet meer bestaat. Augmented reality wil eigenlijk zeggen dat je zowel de werkelijke wereld nog ziet als de virtuele wereld. Nu, ik ga daar straks wat voorbeelden van tonen hoe dat effectief in de bouwsector ook kan benut worden. Want we kennen dat misschien wel van de spelletjes of zo. Maar ook in de bouwsector zijn daar wel voordelen van. Dit is een prentje van laserscanning. Het zijn de opmeettechnieken die eigenlijk altijd maar blijven evolueren binnen de digitalisering. Dus een laserscanner waar ik straks een voorbeeld van ga tonen, die eigenlijk vrij eenvoudig en vrij snel een echt een 3D-puntenwolk gaat genereren, waardoor je daarop kan gaan meten. Robotisatie bij de bouwsector is ook in opmars. Daar zal nog heel veel
komen en gaan gebeuren. Dat spreekt voor zich als dat ons werk kan ondersteunen, kan verlichten, dat dan een grote meerwaarde is. Internet of Things, alles is verbonden eigenlijk met elkaar. Denk erbij bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, centrale verwarming. Als je vroeger op vakantie ging en je bent vergeten om je verwarming uit te zetten, dan moest je terugdraaien. Nu kan je gewoon met je smartphone je verwarming afzetten bijvoorbeeld. Maar er zijn heel veel toepassingen van dat soort, van daar kom ik straks ook op terug. 3D-printing, daar denken we vaak aan kleine tussenstukjes of zo, maar dat kan ook op veel grotere schaal gaan. Denk daarbij aan hele kolommen of zelfs muren uit beton. Artificiële intelligentie, misschien ook nu vaak gekend bij zelfrijdende auto's, maar ook in de bouwsector kan dat heel veel voordelen opleveren als die bepaalde objecten herkent of gevaarlijke zones herkent en die kan alarmen weergeven en dergelijke. Dan zijn we daar ook mee geholpen. En BIM. BIM is dus ook één van die delen dat ons kunnen helpen in de digitalisering en dergelijke. Nu, wat belangrijk is, is dat dat geen doel op zich is. Dus we gaan niet met een drone vliegen om met een drone te vliegen. We gaan niet 3D printen gewoon om 3D te printen. Nee, we gaan dat doen om eigenlijk zowel het eindresultaat als het proces om dat te verbeteren, om dat te ondersteunen. En dat is eigenlijk hetzelfde wat ook voor BIM geldt. Dus we gaan BIM gebruiken om zowel het proces als het eindresultaat te verbeteren, om ons daarbij te ondersteunen en niet gewoon om te BIM'en. Dat was een beetje de context. Nu gaan we meer kijken naar wat is BIM. Dus BIM kan staan voor Building Information Model of Modeling. Dat is eigenlijk gewoon het zelfstandig naamwoord of het werkwoord. En Building Information Model wijst naar bouwinformatiemodel. En dat wil eigenlijk zeggen dat je bouwwerk waar je aan werkt, dat je dat eerst virtueel gaat maken, dus een digitale voorstelling. En dat virtueel bouwwerk is niet enkel de geometrie, want dat bevat ook heel veel informatie. Dus dat is belangrijk, dat je geometrie en informatie gekoppeld hebt in een virtuele omgeving. Of Building Information Management kan je ook heel vaak terugvinden als je BIM googelt of opzoekt. En daar ligt dan de focus iets meer op het beheren en het uitwisselen van de informatie. Dus die informatie die ook daarnet terugkwam, gekoppeld aan de geometrie, dat is ook een centraal element bij BIM. Nu, of je nu Building Information Model, Modeling of Management tegenkomt, het gaat er eigenlijk over dat BIM een nieuwe manier van werken is binnen de bouwsector. Nieuw tussen haakjes, het is niet echt nieuw, maar er zijn nog veel partijen voor waar het wel nieuw is. Het is nog altijd in opmars, er zijn nog altijd meer en meer partijen die er beginnen mee te werken. Nu, BIM kan je eigenlijk beschrijven aan de hand van 3 hoofdkenmerken. Een eerste kenmerk is samenwerking. Een tweede is de informatiebeheer, dus dat net ook terugkwam bij Building Information Management. Dat is een centraal thema van we gaan de informatie goed beheren. En derde belangrijk thema is dan dat virtueel bouwen, dat Building Information Model of bouwinformatiemodel. Nu, als we eerst focussen op de samenwerking. Vandaag de dag, zonder BIM, is het misschien vaak dat ieder een beetje op zijn eilandje werkt. Ieder heeft zijn eigen doelstellingen die ze dan samen... voor ogen hebben, die ze bereiken, en dan gaan ze hun informatie die zij nodig hadden voor hun doelstelling gaan doorgeven aan de volgende partijen. Niet altijd rekening houden met elkaars behoeftes en nodes. En dat is bij BIM ook wel anders. We gaan echt samenwerken om een goed eindresultaat te bekomen en rekening te houden van, wat heeft misschien de volgende partij nodig dat ik mee kan aanleveren. Het tweede deel gaat over de informatiemanagement of informatiebeheer. Dit is een trendje zonder BIM dat eigenlijk illustreert dat dezelfde informatie wat gemiddeld 7 keer per project wordt doorgegeven. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat je een bepaald plan vraagt, dat de architect dat plan doorstuurt, dat de architect datzelfde plan ook al had doorgemaild naar een andere partij, of dat die jij dat al had ontvangen, maar dat je misschien na 2 weken denkt, ik ben niet meer zeker wat het laatste plan is, ik vraag opnieuw een plan aan. En dan zie je dat eigenlijk dezelfde informatie heel vaak doorheen heel het project wordt doorgestuurd of uitgewisseld. Dat is natuurlijk niet zo heel efficiënt en dat is extra kans op fouten. Met BIM is eigenlijk het idee dat je 1 centrale plaats hebt waar je alle informatie kan verzamelen. Dus je moet maar 1 keer je informatie delen en erop zetten. En je hebt ook maar 1 plaats waar je informatie moet gaan zoeken. Dus stel dat je een laatste plan zoekt, dan ga je naar die centrale plaats. En daar kan je dan gaan kijken, als je goed versiebeheer hebt, wat het laatste plan is. En daar heb je dan ook veel minder fouten op. Dus je hebt veel minder fouten die eigenlijk gepaard gaan met de informatie die je gaat uitwisselen. Een derde luik
is dan dat virtueel bouwen. Dus je gaat het bouwwerk eerst in een virtuele wereld bouwen. Nu, een van die voordelen is dat dat overzichtelijk en eenduidig is. Dus als je vroeger met 2D CAD software werkte of met de hand tekende, dan tekende je bepaalde lijnen, bepaalde arcering. En aan de hand van een legende werd er dan bepaald wat dat voorstelde. Dat is natuurlijk niet altijd heel eenduidig en overzichtelijk. Tegenover als je een bouwinformatiemodel gaat bouwen met een BIM-software, dan ga je eigenlijk echt elementen gebruiken. Dus een muur is echt opgebouwd als een muur. Een dak als een dak. Een raam als een raam. En zo verder. Waardoor het dus veel overzichtelijker en eenduidiger wordt. En als je dan dat centraal model hebt, dan kan je daar eigenlijk informatie uit gaan afleiden. Dus je hebt je bouwinformatiemodel of je BIM-model. Je kan daar plannen, sneden, gevels, maar ook oppervlaktes, hoeveelheden, deuren, lijsten en dergelijke. Kan je daar allemaal uit gaan afleiden. En al die informatie die je afleidt uit dat model, die is allemaal in overeenstemming. Die is allemaal coherent. Als je het voorbeeld pakt van bijvoorbeeld, ik ga een raam vergroten. Hè, vroeger, zonder BIM of als je 2D CAD of met de hand tekende, moest je denken, ah ja, wacht, ik heb op mijn plan mijn raam vergroot. Dan moet ik zorgen dat ik op mijn gevel mijn raam ook aanpas. En misschien had je vlak langs je raam een snede waar dat raam niet op stond, omdat het ging vlak langs het raam. Maar nu wordt mijn raam groter, dus snijdt mijn snede door het raam. Dan moet je eraan denken om ook je snede aan te passen. En dan had je misschien al je hoeveelheden geteld van je gevelsteen, dan moest je er ook aan denken om die hoeveelheden aan te passen. En het spreekt voor zich dat je eigenlijk aan heel veel moest denken, dus dat weer de kans op fouten groter was dan nu. Je moet eigenlijk maar op één plaats je raam vergroten, dat is in je BIM-model. En alle informatie dat je daaruit afleidt, plannen, gevels, snedes, hoeveelheden, zijn allemaal ook mee aangepast en zijn allemaal in overeenstemming met je plan. Dus je gaat niet meer op een werf staan waar je denkt, mijn plan komt niet meer overeen met mijn gevel, wat is nu het juiste? Dus dat ga je normaal vermijden aan de hand van BIM. Een voorbeeldje. Dit is een voorbeeldje van een gebouw in Heverlee. Dus dat is het BIM-model, het bouwinformatiemodel. Dus dat is echt het bouwwerk dat ze aan het bouwen waren, dat ze dus virtueel hebben gemodelleerd. En je ziet hier een foto van een van de gevels. En je ziet dat dat heel goed matcht. Dus je ziet echt van, oké, qua geometrie is eigenlijk al een heel goede representatie. Dus dat is echt het bouwwerk dat ze echt gebouwd hebben, is ook echt virtueel weergegeven. Nu, daar straks ook gezegd, het gaat niet enkel over de geometrie. Ook de informatie is belangrijk. Dus als je bijvoorbeeld een raam aanklikt, dan krijg je van de raam allerlei informatie. Afmetingen, oppervlaktes, maar ook materiaal, PVC, aluminium, misschien bepaalde waarden van het glas en dergelijke. Het volgende grafiekje toont ook eigenlijk een groot voordeel van BIM. Dus de blauwe lijn toont het effect van mogelijkheid tot wijziging. Stel dat je een enkele deur ergens hebt voorzien en je wil daar op een bepaald moment een dubbele deur van maken. Als je dat in de ontwerpfase doet, ja, dan is dat niet zo erg. Dan vraag je aan je architect of je contactpersoon van, mag dat een dubbele deur worden? Oké, geen problemen, pas dat in het ontwerp aan. Als je dat vraagt op het moment dat ze al aan het uitvoeren zijn, en ze zijn misschien zelfs al op dat verdiep bezig en al wat metsen, spreekt voor zich dat dat moeilijker is. Want ze zeggen, ja, die deuropening is er al gemaakt en dergelijke. Tweede grafiek is de kost. Als je dan datzelfde voorbeeld pakt van we maken van die enkele deur een dubbele deur, als je dat in de ontwerpfase gaat vragen, ja, dat is niet zo'n groot probleem, ze passen dat aan. Als je dat gaat vragen op het moment dat ze dat met ze zijn, of misschien ligt zelfs de latijl en dergelijke, is heel de deuropening al af, ja, dan is dat een vraag naar veel grotere kost, want ze gaan misschien terug moeten afbreken en opnieuw moeten beginnen. Dan de oranje grafiek toont eigenlijk de inspanning van een traditioneel bouwproces. En de groene grafiek toont de inspanning van een BIM-proces. En je ziet dus dat dat eigenlijk naar voren verschuift. En dat is omdat we dat bouwwerk dus eerst helemaal virtueel gaan bouwen voordat we dat in de werkelijke wereld gaan bouwen. Dus dat vraagt ja, een iets grotere inspanning. Maar die verschuift naar voren. En doordat die naar voren verschuift, is het eigenlijk veel gemakkelijker om dan nog dingen te wijzigen of fouten op te lossen. Doordat we gaan dat zelfs ook zien, zodat we zo'n bouwinformatiemodel hebben, gaan we veel rapper fouten kunnen ontdekken. En doordat die fouten al ontdekt worden helemaal in het begin van het proces, gaat dat veel minder kosten, gaat het veel gemakkelijker zijn om die fouten te gaan aanpassen, te gaan oplossen. Ten opzichte van als je die fouten op de werf ontdekt, ja, dan zit je met faalkosten, dan zit je misschien met dingen die terug moeten afgebroken worden. Dat kost natuurlijk meer geld.
Nu, door dat virtueel te bouwen, gaat ook de kwaliteit van je bouwproject, dus van je eindresultaat, omhoog. Wat hebben we onder andere? Die fouten opsporen. We hebben het ook al even over gehad. Vroeger moest je misschien twee A0 PDF, A0 geprinte plannen langs elkaar leggen en moest je bijvoorbeeld gaan vergelijken of dat er overeenstemming was met architectuurplan en stabiliteitsplan. Je zal daar misschien wel fouten uithalen, maar veel minder dan dat je effectief in een 3D-model kan gaan rondkijken in je computer. En dan kan je bijvoorbeeld zoiets rapper zien van, tja, hier klopt iets niet, dit moeten we gaan oplossen. Dus ten eerste al zelf visueel rondkijken op zoek naar fouten. Maar ten tweede, daar komen we straks ook op terug, is er ook software dat u eigenlijk daarbij helpt. Die kan automatisch bepaalde mogelijke fouten gaan opzoeken en dat aan jou melden. En dan is het aan de personen natuurlijk, aan de mensen, om te checken, is het effectief een probleem of niet. Maar je gaat dus veel meer fouten op voorhand opsporen in een virtuele wereld die je nog veel gemakkelijker kan aanpassen zonder hoge kosten. Je kan daar simulaties en kwaliteitscontroles op gaan doen. Dus we hebben gezegd, je hebt geometrie, dat is één aspect. En ten tweede heb je ook die informatie. Als die alle twee goed zitten, kan je daar bijvoorbeeld analyses op gaan doen qua akoestiek, qua zonlicht, qua energie en dergelijke. Hier is een voorbeeldje van daglicht. Als je de geometrie juist hebt, dus je ramen op de juiste grootte, juiste positie en dergelijke, met de nodige informatie, daglichttoetreding, zonnetreding, allemaal waardes waar ik geen expert in ben, maar die wel belangrijk zijn om dus te kunnen bepalen hoe dat je daglicht binnenkomt. Als die er allemaal in zitten, kan je eigenlijk eenvoudig dergelijke analyses gaan toepassen op je bouwinformatiemodel. En spreekt voor zich dat dat dan natuurlijk de kwaliteit verhoogt. Want je kan op voorhand wijzigingen gaan doen om bijvoorbeeld dat te gaan optimaliseren. Voorbeeldje van een zonnestudie, stabiliteitsstudie en dergelijke. Nu oké, prima. We snappen het concept van zo'n bouwinformatiemodel, we snappen de voordelen. Maar hoe zit dat nu eigenlijk in de praktijk? Wie gaat dat maken? Wel, dat verschilt eigenlijk niet veel als zonder BIM. Waar je in een traditioneel proces bepaalde partijen hebt die plannen maken, denk daarbij aan de architect, stabiliteitsingenieur, ingenieur technieken en dergelijke. Maar bijvoorbeeld ook een onderaannemer staalbouw of hout of dergelijke. Iedereen die eigenlijk in een traditioneel proces zelf plannen maakte, die gaat nu ook bouwinformatiemodellen maken. Dus hier zie je bijvoorbeeld model voor speciale technieken, stabiliteitsmodel, model voor buitenschermwerk. Dat is echt model specifiek op hun terrein eigenlijk, op hun verantwoordelijkheid. En waar we dan vroeger ieder zijn plannen maakten en de plannen in PDF uitwisselden, of afgedrukt op A0, gaan we nu eigenlijk de modellen zelf gaan uitwisselen. En waar we dan voordien, stel dat ik verschillende A0's krijg van verschillende partijen en ik die langs elkaar moet leggen om op papier te gaan vergelijken, krijg ik dus nu modellen door. En die modellen kan ik effectief in 3D op elkaar gaan leggen. En dan kan je dus heel gemakkelijk gaan kijken waar dat er eventuele fouten zitten in de verschillende modellen. Dat noemen wij het coördinatiemodel. Dus waar je vroeger de assen moest gaan vergelijken en kijken, tja, klopt die hoogte, klopt die balk, weet ik veel wat, kan je nu echt in een 3D-omgeving gaan doen. Waardoor je dus veel gemakkelijker die fouten daaruit gaat halen op voorhand. Nu, moet iedereen dan in eenzelfde software werken? Nee, waar je voordien ook ieder zijn eigen software had en dat bijvoorbeeld in PDF, naar PDF ging exporteren om die PDF uit te wisselen, is er nu eigenlijk een gelijkaardig verhaal. Iedereen werkt in zijn software, omdat bepaalde software is meer gericht op bepaalde doelen. Dus ik kan me inbeelden dat iemand die technieken uittekent, er kan ook een aannemer zijn van technieken, dat die een ander programma gebruikt als bijvoorbeeld iemand die stabiliteit moet uittekenen of die staalstructuur moet uittekenen. Dat is ook allemaal niet erg. Zoals je dan in een traditioneel proces het PDF-bestand hebt, waar je naar kan exporteren en uitwisselen, heb je in het BIM-verhaal eigenlijk het IFC-bestand. Dus dat is een open standaard waar alle BIM-software naar kan exporteren. En die IFC-bestanden kan je dan lezen, openen en op elkaar gaan leggen om dat te vergelijken. Een voorbeeldje, datzelfde voorbeeldje als daarnet gezien, dus dat gebouw in Heverlee. En dan zijn dus verschillende modellen. Dus het vorige wat je zag was eigenlijk het architectuurmodel. En je hebt dan effectief ook het stabiliteitsmodel. Dus dat zijn eigenlijk wat vroeger de stabiliteitsingenieur zou uittekenen in 2D. Hè? Kolommen, balken, welfsels en dergelijke. Maakt hij nu gewoon zijn eigen model. Dus dat hebben we voor technieken en voor elektriciteit. En die kan je dus allemaal op elkaar gaan leggen en samen gaan voegen in een virtuele omgeving. Nu,
We hebben het gehad over dat samenwerken, hè, waar men dus niet meer echt op eilandjes werkt, maar meer ook rekening houdt met elkaars wensen en behoeftes. We hebben over dat informatiebeheer, waar we die informatie centraal en efficiënt gaan beheren, in plaats van heel veel dezelfde informatie door te geven. En we hebben het gehad over dat virtueel bouwen, waardoor je eigenlijk op voorhand je bouwwerk gaat virtueel bouwen en op voorhand makkelijker kan wijzigen en fouten kan ontdekken. Nu, als we die allemaal gaan samenvoegen, want dat zijn dus drie kenmerken van BIM, dan krijg je eigenlijk dat je informatie gaat uitwisselen op een efficiënte manier, goed beheerd. En die informatie die is afkomstig of die is gelinkt aan bouwinformatiemodellen. Nu, dat kunnen modellen zelf zijn. Hè, dat is straks ook gezien. Je kan effectief een model gaan uitwisselen. Maar dat kunnen ook andere bestanden zijn. Dat kunnen ook bijvoorbeeld issues noemen we dat. Dus dat zijn eigenlijk problemen die ze hebben gezien aan de hand van zo'n model. Hè, waar je vroeger misschien moest doormailen van tja, ik zie een probleem met op as A2 en op A2, hè, dat is dit het probleem. Kan je nu een screenshot van je bouwinformatiemodel toevoegen waar je echt visueel ziet wat het probleem is. Dus ook dat is een voordeel qua communicatie, dat het allemaal visueler is en duidelijker. Nu, dat kan ook nog altijd gaan over 2D-plannen. Het kan nog altijd gaan over pdf's die afkomstig zijn van een bouwinformatiemodel. Dus niet als je bijvoorbeeld een kleine aannemer bent, dat je per se moet gaan modellen bouwen of ontvangen. Als jij de pdf's krijgt van bijvoorbeeld hoofdaannemers, die al veel coherenter, veel inzichtelijker zijn, omdat die afkomstig zijn van een bouwinformatiemodel, dan ben jij ook al geholpen. En dan pluk je eigenlijk ook al de vruchten van andere partijen die effectief BIM'en. Het kan ook over hoeveelheden gaan. Hoeveelheden die je ontvangt die afkomstig zijn van een BIM-model. Die zijn meestal correcter en coherenter dan hoeveelheden die misschien met de hand geteld zijn. En zo verder. Dus de drie kenmerken hebben wij besproken van BIM. En nu is een beetje de vraag, ja oké, voor wie is het allemaal van toepassing? Dat is eigenlijk voor iedereen die betrokken is bij een bouwproject, die kan vruchten plukken van BIM. Je hebt natuurlijk verschillende niveaus. Je hebt partijen die voordien plannen maken, die gaan nu ook bouwinformatiemodellen maken, wat misschien wel een extra inspanning vraagt. Maar je hebt ook partijen die gewoon informatie krijgen en die dat op een veel efficiëntere manier krijgen, en waar de informatie veel overzichtelijker en coherenter is. En misschien ook juister. Dus in dat opzicht kan je eigenlijk mee BIM'en op verschillende niveaus. Maar straks ga ik daar nog een beetje voorbeelden van tonen. Nu, het laatste deeltje van het eerste luik. Van oké, we hebben een beetje de context van BIM gezien. Ik heb ook kort gezegd, wat is BIM nu? Dan is nu eigenlijk BIM als pil binnen de ruimere digitalisering. Dus je hebt BIM op zich. Maar je hebt ook eigenlijk, ik ga direct wat voorbeelden tonen, dat dat heel vaak aan bod komt of dat er heel veel potentieel is om dat te linken met andere digitale technologieën. Deze slide hebben we daar straks al gezien. Hè. We hadden gezegd, je hebt heel veel verschillende digitale technologieën die ook in de bouwsector meer en meer hun intrede kennen. We gaan die niet zomaar gebruiken, omdat we dat leuk vinden. Allee, dat mag van mij ook. Maar ons doel is om ons wel eens proces als ons eindresultaat te verbeteren, te ondersteunen, efficiënter te maken. En daarbij speelt BIM dus een belangrijke rol. BIM kan daar als centrale spil gezien worden. Bovenaan zie je eigenlijk een lijn met ontwerp, uitvoering en beheer en onderhoud. En dan zie je assisted smart en dergelijke. Dus dat is eigenlijk in diezelfde context van we gaan niet zomaar met een drone vliegen om met een drone te vliegen, maar we gaan wel die digitale technologie gebruiken om ons te ondersteunen. En zo willen we bijvoorbeeld assisted design of assisted execution hebben. Hè? Dus dat de digitale technologie ons ondersteunt en ons helpt. Of slimmer maakt, hè? Smart design en dergelijke. Een aantal voorbeeldjes. Als je louter naar het BIM-verhaal kijkt, maar ik ga daar straks ook in het tweede deel op terugkomen, heb je daar ook al heel wat voordelen dat ons ondersteunen in het bouwproces. Bijvoorbeeld voor ontwerp. Hè? Stel dat je je bouwinformatiemodel hebt met je geometrie en uw informatie eraan. Dan hadden we al gezegd, je kan daar allerlei kwaliteitscontroles op gaan uitvoeren. Denk aan die daglicht. Maar dat kan ook nog verder gaan. Hè. Dat gaat ook, je kan daar ook normen op gaan controleren. Of misschien zelfs in de toekomst ook een digitale bouwvergunning. Hè. Stel dat er een aantal regels geautomatiseerd worden en die kunnen toegepast worden op dat BIM-model. Dan helpt ons dat, ondersteunt ons dat om dat ook automatisch al eens te controleren. Of denk bijvoorbeeld ook aan EPB.
dat als we dat in de toekomst, want vele dingen die ik nu vertel zijn toekomstgericht, stel dat je in de toekomst daar heel gemakkelijk bepaalde regels automatisch op kan gaan opleggen of gaan controleren uit dat BIM-model, dat zou ons op voorhand in de ontwerpfase al heel veel helpen. Bij de uitvoering kan je BIM gaan koppelen aan calculatie, planning, varianten, prefabricatie. Dat is vandaag de dag al regelmatig toegepast. En denk ook aan beheer en onderhoud. Maar daar kom ik straks ook op terug, waar je BIM kan gebruiken voor space management, je ruimteindeling, je onderhoud. Als je bepaalde ketel jaarlijks moet onderhouden, dat dat ook in je BIM-model wordt opgenomen. Dat eigenlijk je BIM-model een database is van informatie. Nu een voorbeeldje van virtual reality. Zo straks ook aangehaald, virtual reality, dan zet je eigenlijk een soort bril op. En dan ben jij in een volledig virtuele omgeving. Dus die werkelijke omgeving rondom je, die zie je eigenlijk niet meer. En ook als je beweegt en je kijkt, dan draait die virtuele wereld met jou mee. Hier is een filmpje, ik ga het even aanzetten. Het is nu wel natuurlijk op het scherm. Maar het idee is dat je dan in een bouwproject bijvoorbeeld ook kan rondwandelen. Zelf kan navigeren en ook bepaalde materialen kan aanpassen. En dat geeft mensen vaak een veel gemakkelijker beeld dan dat je een print maakt of zo. Dus hier doe je nu het licht aan en hier ga je nu de vloer wisselen. Dus dat kan wel helpen om daar veel meer inzicht in te krijgen. Rechts zie je bijvoorbeeld, rechtsbovenaan zie je een BIM-model. Dat BIM-model is geïmporteerd in een bepaalde VR-software. En dan helemaal onderaan zie je dat iemand dus effectief met een bril op in dat bouwwerk in een virtuele wereld aan het rondkijken is. Dus dat is om eigenlijk de link met BIM duidelijk te maken. Je kan vertrekken van een BIM-model om daar dan virtueel in rond te wandelen. Nu, je hebt virtual reality, hè, waar je dus volledig in een virtuele wereld bevindt. Je hebt ook augmented reality, waar je dus de werkelijke wereld gaat verrijken met virtuele informatie. En hier is bijvoorbeeld een filmpje waar je op het scherm van de smartphone zie je al technieken die afkomstig zijn van een BIM-model. En die kan je dan eigenlijk gaan projecteren, als het ware, op de werkelijke wereld. En dan kan je dus zien, daar zit die techniek of daar zit die. Dus dat is ook een link eigenlijk tussen het BIM-model en augmented reality. Een tweede technologie die ik graag zou willen bespreken gaat over dat opmeten, die laserscanning. Ja, dus aan de hand van een laserscanning kan je eigenlijk vrij eenvoudig opmeten, vrij snel. Je moet natuurlijk nog die resultaten samen bundelen tot een puntenwolk. Dus linksboven zie je zo'n puntenwolk. Dat is eigenlijk het resultaat van dus zo'n 3D laserscanning opmeting. En zo'n puntenwolk, dat kan je, als je wil, gaan gebruiken om om te zetten naar een BIM-model. En dus hier links onderaan zie je een BIM-model dat afkomstig is van zo'n puntenwolk. En dan heb je echt dus je geometrie en je informatie en dan heb je een BIM-model waarvan je kan vertrekken voor allerlei andere toepassingen. Een ander voorbeeld is tijdens de uitvoering. Dus dat was een project waar de ruwbouw stond. En ze hebben de ruwbouw dan ingescand met zo'n 3D laserscanning. En de puntenwolk hebben zij met hun BIM-model vergeleken. Dus dat is dan de print die je rechtsonder ziet. En dan wilden ze kijken hoe ver dat afwijkt, omdat de vliesgevel ging moeten komen. En dan konden ze kijken welke maatregelen ze moesten nemen. En een laatste voorbeeldje gaat dan bijvoorbeeld dat je technieken, eens dat die geplaatst zijn, kan gaan inscannen en dat dus gewenst gewoon als puntenwolk bijhoudt of ook nog eens kan gaan omzetten naar je BIM-model. Drones. Dat is straks al het voorbeeld aangehaald dat je drone eigenlijk kan gebruiken voor live inspectie. Hè. Je hangt er een camera onder, je vliegt met die drone en je kan live meekijken wat die camera ziet. Nu, tussen haakjes, zowel met een drone vliegen, je hebt er natuurlijk wel permissie voor nodig en bepaalde maatregelen dat je moet nemen, maar dat terzijde. Maar je kan dus ook van zo'n vlucht allemaal foto's nemen van een moeilijk bereikbaar element. Denk bijvoorbeeld aan een dak. En dan kan je aan de hand van gespecialiseerde software al die foto's gaan omzetten ook naar een puntenwolk. En dat zie je hier rechtsboven. Dus dat is eigenlijk een 3D-model dat aan de hand van de foto's die genomen zijn met een drone eigenlijk een puntenwolk gaat maken. Die technologie noemt fotogrammetrie. En op die puntenwolk kan je dus ook allerlei analyses doen, zoals hoe fel buigt mijn dak bijvoorbeeld door. Maar je kan dus ook die puntenwolk gebruiken om weer te gaan omzetten naar een BIM-model, om dan verder doorheen heel het bouwproces te gebruiken. Dat waren enkele voorbeeldjes, maar ook meer toekomstgericht
robotisatie kan ook gekoppeld zijn aan BIM. En zoals je met je plannen, hoe dat je robot moet werken, afkomstig zijn van BIM-model. Waarschijnlijk nog wel iets meer verder uitgewerkt en meer gedetailleerd, maar het kan vertrekken van zo'n BIM-model. Hetzelfde geldt voor 3D-printing. Als je een bepaalde kolom moet printen en je ontwerp is gemaakt in een BIM-model, zal daar ongetwijfeld nog wat informatie en parameters moeten toevoegen om effectief je 3D-printing te kunnen aansturen. Maar als dat vertrekt van een BIM-model, heb je weer ook al die centrale data die daar verzameld wordt. Internet of Things. Er was straks het voorbeeld aangehaald van die verwarming, van die cv-ketel. Maar denk bijvoorbeeld ook aan sensoren in beton, zodat je kan opvolgen van wanneer kan ik die beton ontkisten. Nu wordt daar met een standaard tijd gewerkt, wat eigenlijk een safe bet is. Dus je neemt een beetje marge, zodat je zeker niet te vroeg ontkist. Als je aan de hand van sensoren gaat opvolgen, dan ga je misschien op het juiste moment kunnen ontkisten. Dat bespaart je misschien een paar dagen per niveau, per verdieping. Waardoor je ook weer kosten en dergelijke bespaart. Al die informatie die kan allemaal gekoppeld worden aan dat BIM-model. Waar bevinden de sensoren zich en dergelijke. Sorry. Artificiële intelligentie. Daar is straks ook aangehaald het herkennen van elementen. Dat kan gaan over veiligheidselementen. Helm, mondmasker vandaag de dag. Dat kan ook gaan over voertuigen die toekomen op de werf. Dat kan ook gaan over als je bepaalde foto's hebt. En je wilt daar bepaalde elementen zelf in gaan tellen. Kan artificiële intelligentie die zelf gaan herkennen en gaan tellen. Bijvoorbeeld, zeg maar iets, een oprit van kasseien. Hoeveel kasseien zitten daarin? Dat kan allemaal met de hulp van artificiële intelligentie. En spreekt voor zich als je een BIM-model hebt of je hebt een puntenrol met foto's en naar een BIM-model wilt opzetten, dat dat ook daarop kan toegepast worden. Of bijvoorbeeld de opvolging van de werf. Dat kan ook via artificiële intelligentie. En hoe ver vorderen de werken? Omdat die artificiële intelligentie kan dat gaan herkennen. En dan kan je ook gaan koppelen aan je BIM-model. En dan kan je daar ook gaan opvolgen van, in hoeverre is mijn werf aan het vorderen. En puntje. Dit zijn maar een paar voorbeelden. Dat was het voor het eerste luik. Dus hoe dat eigenlijk BIM eigenlijk heel veel connecties legt met ook andere digitale technologieën. Nu, ik ga ervan uit dat jullie nu allemaal overtuigd zijn van de voordelen van BIM. En dat het toch een heel belangrijk onderdeel vormt binnen heel de digitalisering van de bouwsector. Dan is nu een beetje de vraag, hoe begin ik nu te BIM'en? Stel, ik ben overtuigd, prima, wat zijn nu mijn volgende stappen? Daar heb ik vier deeltjes voor uitgewerkt. Dus ik ga eerst eventjes focussen op de implementatie van BIM binnen een bedrijf. Het tweede deel gaat meer over, als je wil gaan BIM'en, is het ook echt belangrijk om te weten hoe een BIM-proces verloopt. Misschien, dat is straks ook gezegd, je kan op verschillende niveaus BIM'en. En misschien zijn jullie een kleinere aannemer die gewoon informatie krijgt. Maar dan nog is het interessant, mijn inziens, om heel het verloop van een heel BIM-project te kennen. Dus daar gaan we ons ook heel even op focussen. En dan, we weten hoe het binnen een bedrijf moet, we weten hoe het verloopt. Start, daar gaan we het ook eventjes over hebben. En als laatste dan, wat doet WTCB nu rond BIM? Dus we beginnen op niveau van het bedrijf. En de allereerste stap is basiskennis van BIM. Ook al ga jij maar een bepaald onderdeel van dat BIM-verhaal gebruiken, is het belangrijk om eigenlijk de bigger picture te zien. Om dan ook eventuele mogelijkheden waar je misschien op voorhand niet aan denkt, om die toch ook te kunnen gaan benutten. Zo'n basiskennis, ik heb hier nu even dat schemaatje met die drie hoofdprincipes weergegeven. Dat krijg je dus aan de hand van presentaties, maar ook online kan je heel veel informatie terugvinden. Ik ga straks ook nog een website van ons vermelden. Of in artikels en dergelijke. Maar bij deze hebben jullie toch al een korte basiskennis op een kwartiertje daar straks meegekregen. Dus dat is zeker al een eerste stap. En dan is een belangrijke stap om zelf analyse te doen. Dus we gaan kijken hoe dat een normaal bouwproces binnen jullie bedrijf doorgaans verloopt. Je hebt uiteraard altijd uitzonderingen. En wat is onze voornaamste activiteit? Wat zijn onze troeven? Wat zijn misschien ook onze beperkingen? Wat loopt vaak goed in een project, maar waar loopt het misschien ook vaak mis? Dus eigenlijk moet je de vraag van wat kan er beter? Waar kunnen we misschien meer winst op maken, waar kunnen we misschien net iets efficiënter werken en dergelijke. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de inschatting van de prijsofferte.
kan bijvoorbeeld zijn dat je vandaag de dag vaak denkt, ah, hier hadden we misschien toch wat mis ingeschat en dat dat iets is dat vaker terugkomt. Of de voorbereiding. Stel dat je zegt, oh, onze mannen die moeten misschien toch iets te veel op en neer rijden voor materiaal te halen. Dat is ook allemaal tijdverlies. Misschien moeten we die voorbereiding iets beter doen, waardoor we minder tijd verliezen in het op en neerrijden voor materiaal. Of opvolging van de meerwerken. Als er meerwerken zijn, kan het misschien zijn dat je zegt, ah, vaak als er meerwerken zijn, gaat dat bij ons ergens verloren in de administratie en kunnen we die niet doorfactureren. Wat natuurlijk jammer is. Planning. Kan ook zijn hè, dat je zegt, ah, bij onze planning die loopt toch niet altijd zoals we willen. Faalkosten. Hè? Dus dingen op de werf die je ineens tegenkomt, waardoor je dus extra kosten hebt die eigenlijk niet voorzien waren. Opmetingen. Als je zegt, misschien bij ons is de opmeting niet altijd, loopt niet altijd even goed. En dergelijke. Dit zijn maar voorbeelden. Maar het idee is weer, zoals we daar straks hadden gezegd, we gaan niet bimmen om te bimmen. We gaan geen drone gebruiken om een drone te gebruiken. We gebruiken dat om bepaalde dingen die vandaag de dag efficiënter kunnen, of waar we misschien wat verlies op maken, om die eigenlijk te helpen, te verbeteren, te ondersteunen. En daarom is de zelfanalyse ook zo'n belangrijk aspect. Dus stel dat je zegt, oké, ik heb in kaart gebracht wat voor ons bedrijf misschien net iets beter kan of misschien net iets efficiënter of waar we misschien toch enige winsten kunnen of willen boeken. Dan is de volgende stap om daar eigenlijk doelstellingen aan te gaan koppelen. En het is belangrijk dat die doelstellingen dat die, ja, specifiek genoeg zijn, dus niet te vaag. Dat je dan met meetbare parameters werkt, dus dat je dat ook effectief kan controleren en kan naartoe streven. Dat het haalbaar en realistisch is. Natuurlijk is het niet zo demotiverend om onrealistische doelstellingen te zetten. Want als je dat dan niet haalt, ja, dan is het ook niet zo heel leuk. Kan ze best ook een beetje ordenen doorheen de tijd. En daar effectieve timing op gaan plakken. Ja, het kan zijn dat je meerdere doelstellingen hebt. En dat je bij sommige zegt, die zijn voor later in de tijd. En deze zijn misschien voor eerder in de tijd. En zo verder. Nu, om jullie een beetje te helpen bij die doelstellingen. Zijn de volgende slides eigenlijk een overzicht van voordelen van BIM. En dan kan je misschien denken, ah ja, dit is een goed voordeel. Daar hebben wij misschien wat, kan bij ons iets beter. Dus dat kan een doel zijn om te gaan BIM'en. Een eerste voordeel is inzicht in het project. Dat is een filmpje, dus van een BIM-model. Stel dat je een BIM-model krijgt van je hoofdaannemer of van een architect of weet ik veel wat. Dan kan je daar aan de hand van gratis software, dus dit filmpje is gemaakt met gratis software dat iedereen kan downloaden. En dan kan je heel gemakkelijk in ronddraaien, sneden zien maken, gevels bekijken en dergelijke. Het spreekt voor zich dat dat eigenlijk veel meer inzicht geeft in een project. Hè, waar je voordien misschien plannen krijgt die volstaan met allerlei informatie, plannen en gevels. Dan is het misschien moeilijker om al je hoeveelheden te gaan koppelen aan die plannen. Of je werken in te schatten, dan dat je eigenlijk zo'n BIM-model krijgt en je daar met de hand van een gratis viewer gewoon al in kan rondnavigeren en gaan kijken. Dus dat inzicht in het project is eigenlijk al een grote meerwaarde. En dat inzicht in het project gaat niet enkel over als ik een bouwinformatiemodel ontvang, maar dat is straks ook gezegd, het kan ook over 2D-plannen gaan. Dit is bijvoorbeeld een screenshot van 2D-plannen die afkomstig zijn uit zo'n BIM-model. Maar je ziet dat het eigenlijk al heel overzichtelijk is. Want links zie je 2D-plannen en rechts zie je eigenlijk een 3D-screenshot. En dit is vrij eenvoudig te maken met een BIM-model, waardoor die dus ook gemakkelijker gemaakt worden. Tegenover als je vroeger 2D tekende, ja, dan kreeg je natuurlijk zo'n 3D-zicht niet mee. Waardoor je dus veel minder inzichtelijkere informatie krijgt. Dus ook als je gewoon informatie ontvangt, dat inzicht, dat is al een groot voordeel. Coherente en relevante informatie, daar straks ook al over gehad. Hè. Dus informatie die je ontvangt, die is coherenter, die is op elkaar afgestemd. Je gaat niet meer vaak tegenkomen dat je zegt, tja, mijn plannen en mijn sneden komen niet overeen, wat moet ik nu volgen? Je hoeveelheden die matchen met je BIM-model en dergelijke. En dit is een voorbeeldje, dus daarnet ging het over coherente informatie, maar het gaat ook over relevante informatie. Hè, waar je vroeger misschien gewoon een A0 krijgt voor op de werf, met alle informatie op één plan, dus zowel voor de dakwerker als voor de ruwbouwaannemer, als voor de technieken, als weet ik veel wat, kan je nu eigenlijk de informatie die voor jou belangrijk is, daar gaan uitfilteren.
dat plan van daarnet, als ik even terug ga, is eigenlijk ook zo'n een voorbeeldje. Hè? Je krijgt echt informatie die voor jou relevant is, die jij nodig hebt. En dit is dus ook een voorbeeldje dat je uit een model bijvoorbeeld alleen je schrijnwerk gaat halen. Dan kan je direct zien waar bevinden de ramen zich misschien, hè? Hoe moeilijk zijn het, wat zijn de randvoorwaarden, hoe hoog bevinden ze zich en dergelijke. En dit is een filmpje van een tool waar we met WTCB aan het ontwikkelen zijn. Dus dat is nog niet klaar, maar het zal niet meer heel lang duren. Ja. En daar kan je ook, dus het idee is dat als je een bouwinformatiemodel ontvangt van een andere partij, dat je dat aan de hand van dus de tool die wij ook gratis aan aannemers gaan aanbieden, dat je aan de hand daarvan, aan de hand van filters, heel gemakkelijk jouw informatie er kan uithalen. Als je een ruwbouwaannemer bent, dat je heel gemakkelijk de vloerplaten en al de ruwbouwelementen eruit kan halen. Als je voor het hout bent, dat je de houtelementen eruit kan halen. En dergelijke. De uitwisseling van informatie. Herinner dat beeldje van daar straks met al die pijlen weer waardoor elkaar. En dan moet je weer in je mails gaan zoeken van, waar is dat laatste plan? En is dat überhaupt wel het laatste plan? Misschien heb ik nog recentere mails gehad die ik nu even over het hoofd heb gezien. Dan heb je dus die uitwisseling van informatie die eigenlijk veel beheerder, veel efficiënter, veel duidelijker is. Je hebt een centrale plaats, in de cloud bijvoorbeeld, waar alle informatie verzameld wordt. Je kan daar van overal aan, als je internet hebt, 4G, 5G tegenwoordig. En dat kan dan gaan over modellen, maar dat kan ook gaan over PDF'en. Of over Excel-files, of over die issues, dat ik straks gezegd, hè, als er een probleem is met een screenshot. Dan kan eigenlijk over verschillende, eigenlijk alle informatie van je project bevindt zich daarin. Als dat dan goed beheerd is, goed gestructureerd is, kan je heel gemakkelijk jouw informatie terugvinden op elk moment van de dag. Je moet niet wachten als je een mail stuurt naar een partij, moet je niet wachten tot je het antwoord hebt. Nee, je gaat op die Common Data Environment als centraal platform. Je zoekt jouw informatie. En je zit niet meer met het idee van, heb ik nu wel het laatste plan of niet? Omdat dat met dat versiebeheer zie je direct tot de laatste versie. Betere samenwerking, ook al over gehad. Hè? Dus niet meer echt, er is zo'n cartoontje, ik weet niet of jullie dat kennen, waar je dus eigenlijk verschillende partijen ziet, met altijd een muur tussen. En zo'n partij gooit dan zogezegd zijn informatie over de muur. Dus een beetje zo van, hè, trek je plan. Dat is natuurlijk een beetje, een karikatuur. Maar het geeft wel een beetje de vroegere samenwerking aan. Dus iedereen maakt zijn plannen naar zijn doelen en dan wordt het doorgegeven, niet echt altijd even goed rekening houden met de anderen zijn wensen en doelen. Budgetbeheersing tijdens het project en lagere kosten. Dus we hebben het ook daar straks al gehad over die fouten dat je daar kan gaan uithalen. Hier zie je nog zoiets een screenshot waar eigenlijk in die 3D-omgeving heel gemakkelijk fouten kan gaan opsporen. Doordat je die op voorhand opspoort, spaar je dus veel faalkosten. Je komt die niet meer op de werf tegen, maar op voorhand in de virtuele wereld. Dus je hebt lagere faalkosten. En je kan ook je kosten gaan koppelen aan het BIM-model. Dat wil zeggen, nou hoeveelheden, hier zijn nu de funderingsstroken geel gekleurd, kan er gemakkelijk hoeveelheden volumes gaan uithalen. Als je daar eenheidsprijzen aan gaat koppelen, kan je enerzijds op voorhand een goede inschatting maken. Je ziet ook direct de randvoorwaarden. Je hebt niet louter die hoeveelheid. Nee, je ziet die hoeveelheid. Je ziet je randvoorwaarden. En je kan de eenheidsprijzen daaraan gaan koppelen. Maar niet enkel op voorhand een betere inschatting. Maar ook tijdens de werken kan je dat ook je budget beter gaan opvolgen. Dus als je je BIM-model ook gebruikt voor de opvolging of voor de vordering van je werf. Dan kan je ook gaandeweg direct je budget veel beter in door gaan houden. Naar waar gaan we toe? Dit is nog een filmpje, hetzelfde model als daar straks. Waar je eigenlijk, stel dat je een bouwinformatiemodel krijgt, dat je daar hoeveelheden kan gaan uithalen. Dus nu hebben we bepaalde muren geselecteerd met een bepaald type steen. Ik zeg nu maar iets, snelbouwsteen van 19 centimeter. Die hebben we daar nu allemaal uitgefilterd. En dan kan je hier gaan zien hoeveel kubieke meter, hoeveel volume van die bepaalde steen er muren zijn. Dus hier hetzelfde, je selecteert al die muren van die bepaalde steen. En dan kan je dat gaan exporteren naar Excel. Dus je kan ook zelf heel eenvoudig hoeveelheden uit zo'n bouwinformatiemodel gaan halen. Het kan ook zijn dat een andere partij die voor jou er heeft uitgehaald. En dat jij dan gewoon de Excel krijgt. Voilà, dus dat was het filmpje.
kortere uitvoeringstijd en minder vertraging. Dat gaat enerzijds over dat je je planning daaraan gaat koppelen, aan dat BIM-model. Dus je ziet hier dat project met die gele en groene muren. Dat geeft eigenlijk aan wat er al gebouwd is. Dus hier volgen ze de vordering van de werken. Dus alle muren die opaak zijn, dus die dus volgekleurd zijn, die waren reeds gebouwd. En degene die vloe zijn, daar waren ze aan bezig. En zo kan je zowel op voorhand je planning maken, als je planning ook opvolgen doorheen de tijd, aan de hand van dat BIM-model. Wat dus weer veel overzichtelijker is en voor een betere planning zorgt. Rechts zie je een print van iemand die het BIM-model gebruikt op de werf om aan te tonen wat de uit te voeren werken van die dag of van de komende uur zijn. Dus je hebt kortere uitvoeringstijd omdat je beter gaat voorbereiden. Hè? Dus je bouwwerk is virtueel al eens gebouwd. En dan ga je het pas werkelijk bouwen. Je gaat minder fouten tegenkomen, dus je gaat sneller kunnen bouwen. Ik heb al van projecten gehoord die echt een paar maanden minder effectief uitvoering hebben. Het gaat dan echt over de uitvoering natuurlijk. Je totaalproject gaat misschien niet korter zijn omdat je inspanning verhuist. Maar je uitvoering gaat wel sneller kunnen. En dus minder vertragingen, omdat je dus minder onverwachte problemen hebt. Je hebt minder fouten die op de werf tegenkomt, omdat je die al virtueel hebt ontdekt. Dit zijn ook voorbeeldjes waardoor het misschien sneller kan gaan. Bovenaan zie je een model, een bouwinformatiemodel, met dus de lichte scheidingswanden in uitgetekend. Dit is nu een voorbeeld waar je Giprock tijdje terug mee aan het experimenteren was. En het idee was dan dat je eigenlijk aan de hand van dat bouwinformatiemodel pakketten geleverd ging krijgen per lokaal. Met dus je gipsplaten en je profielen en dergelijke op maat, waardoor je eigenlijk een soort puzzel krijgt, om het zo te zeggen, waardoor je dus veel minder snijverliezen hebt op de werf, waardoor het sneller kan gaan. Een ander voorbeeldje is dat de vertrekkende van dat bouwinformatiemodel bepaalde elementen geprefabriceerd kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan gevelelementen. En als je gaat prefabriceren, dan zit je natuurlijk in zekerdere omstandigheden. Je bent niet zo afhankelijk van weersomstandigheden bijvoorbeeld. En dan hogere kwaliteit van het bouwwerk. Hebben we het ook al over gehad. Je hebt ten eerste minder fouten, maar anderzijds kan je op voorhand ook kwaliteitscontroles gaan doen. Hoe zit het met mijn akoestiek? Hoe zit het met mijn daglicht? Hoe zit het met mijn energie? En dergelijke. En dan, dit hebben we ook al eens aangehaald, exploitatie met behulp van bouwinformatiemodellen. Dus denk er aan space management, dat je ruimtes gaat beheren aan de hand van je bouwinformatiemodel. Maar ook onderhoud. Dit is nu een voorbeeldje van ten eerste een ketel. Je weet al direct waar hem zich bevindt. Je hebt je BIM-model, je weet, ik moet naar daar, hop. En dan aan dat element van die ketel hangt heel veel informatie, ook qua onderhoud. Hè. Misschien wanneer was het laatste onderhoud? Of welke onderdelen zijn hiervoor belangrijk? Welke technische fiches hangen daaraan? In over vroeger moest je misschien in verschillende A4-mappen gaan zoeken naar je technische fiches van je bepaalde ketel. Dat is hier allemaal gelinkt en veel rapper terugvindbaar. Veel overzichtelijker. En dan natuurlijk, renovatie spreekt voor zich als je na zoveel jaar een renovatie wilt gaan uitvoeren. En je kan vertrekken van een bouwinformatiemodel dat up-to-date is, dat eigenlijk heel veel informatie bevat, of linken legt naar informatie, maar wat de informatie heel overzichtelijk maakt, dat je natuurlijk een heel goed vertrekpunt hebt. Dan dat je misschien hier een plan hebt en daar een plan en hier een technische fiche. Dus dat waren eigenlijk een beetje de opleisting van allerlei voordelen van BIM, die je misschien kunnen helpen om bepaalde doelstellingen te bepalen. Wat wil ik met BIM bereiken? Om die doelstellingen te halen, moet je natuurlijk ook nadenken, oké, welke software heb ik nodig? Als jouw doelstelling is van, oké, mijn eerste doelstelling is puur meer inzicht te krijgen in dat project. Als ik een bouwinformatiemodel krijg, dan wil ik daarin kunnen navigeren, kijken, sneden maken, waardoor ik het project beter begrijp. Dat kan een doelstelling zijn. Dan heb je qua software eigenlijk niet zo heel veel nodig. Er zijn van die gratis viewers ter beschikking, die iedereen gratis kan downloaden, en waarmee je eigenlijk al veel inzicht krijgt in dat project. Natuurlijk, als je zegt, ik ben ondernemer staalbouw en ik moet effectief modellen gaan maken, dan zit je eigenlijk op een ander niveau van software. Dan moet je echt software gaan aankopen die het toelaat om modellen te maken. Zit je natuurlijk ook in een andere prijsklasse. Dus het is afhankelijk van jouw doelstelling om geschikte software te kiezen. En afhankelijk van die doelstelling en die software moet je misschien ook enige investering gaan doen in hardware.
Bij zo'n viewer zal dat niet echt het geval zijn. Als je echt zware modellen wil gaan opbouwen, gaat dat misschien wel het geval zijn. Opleidingen. Ook afhankelijk van je doelstelling en gekozen software. Bij zo'n gratis viewer heb je misschien niet meteen een opleiding nodig. Spreek misschien voor zich of een keer een YouTube-filmpje kijken of zo. Als je effectief modellen wil gaan maken, van bijvoorbeeld staalbouw, ja, dan is een opleiding misschien wel aangeraden om echt die ingewikkelde BIM-software te leren kennen. En je kan je ook de vraag stellen van, kan ik niet beroep doen op experts? Dat kan zeker ook, hè. Of om bepaalde dingen te gaan doen. En zo verder. En dan kan je dan eigenlijk samenvatten in je implementatieplan. Dus je weet wat BIM is, je weet wat de algemene mogelijkheden zijn. Je hebt een zelfanalyse doorgevoerd, je weet waar jij misschien verbeteringen wil doorvoeren. Je hebt aan de hand van die zelfanalyse je doelstellingen bepaald, je weet wat je wilt bereiken met BIM. En dan ga je een implementatieplan opstellen van oké, dit zijn mijn doelstellingen, hoe ga ik aan u toe komen? Deze software ga ik misschien aankopen, ik ga die opleiding volgen en ik ga beroep doen op die expert. Dat was een beetje het deel van BIM binnen het bedrijf. Nu, dat is straks ook al aangehaald, het is niet omdat je bijvoorbeeld enkel informatie krijgt dat niet nuttig is om eigenlijk heel het BIM-proces te kennen. Vandaar dat ik dit ook even heb meegenomen in in deze slides. Ik ga hier eerst eventjes focussen op de rollen. Heel kort, daar wordt op teruggekomen in verdere versies. Maar bijvoorbeeld een opdrachtgever is eigenlijk een heel belangrijk figuur binnen het BIM-verhaal. Vandaag de dag nog niet zo betrokken, maar we streven daar wel naar dat dat in de toekomst meer en meer zal gebeuren. Maar een opdrachtgever heeft misschien niet altijd voldoende kennis over BIM, dus die kan zich laten bijstaan door een BIM-adviseur. Dus als iemand die wel kennis heeft van BIM en die geeft eigenlijk de opdrachtgever ondersteuning. Dat is een externe partij. Hè? Dus dat is niet de aannemer of niet de architect. Nee, dat is een externe partij die de opdrachtgever bijstaat. De BIM-adviseur. Dan heb je eigenlijk het niveau van projectmanagement. Dus vooral de duidelijkheid, dit organigram is niet per se gelinkt aan financiën of weet ik veel wat. Dat gaat puur over projectmanagement. En dan heb je dus het niveau van de projectmanager in een normaal project. En daar heb je eigenlijk in het BIM-verhaal de BIM-procesmanager en de BIM-coördinator. De BIM-procesmanager die gaat eigenlijk zorgen dat het BIM-project in goede banen verloopt. Die gaat zorgen dat dat kwalitatief goed verloopt. Die gaat ook bijvoorbeeld zorgen dat de afspraken dat eraan voldaan wordt. En die BIM-procesmanager, dat kan een externe partij zijn, maar dat kan ook een rol zijn die een van de gekende projectpartners op zich neemt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een hoofdaannemer zegt, ik neem die rol van BIM-procesmanager op mij voor de uitvoering of voor heel het project. Dat kan. Dan heb je een BIM-coördinator. We hebben straks gezien dat je verschillende BIM-modellen kan uitwisselen. En die BIM-modellen kan je dan gaan samenvoegen in een virtuele wereld. En dan kan je eigenlijk in 3D gaan kijken waar er eventuele issues zijn tussen de verschillende BIM-modellen. Als je dat vergelijkt met vroeger dat je afgeprinte A0-plannen langs elkaar moest vergelijken. Nu, dat samenvoegen van die modellen, dat is ook een taak op zich. En dat komt bij de BIM-coördinator. Dus die gaat eigenlijk zorgen dat de verschillende modellen van doorheen het project, dat die op elkaar zijn afgestemd. Ook hier, dat kan een externe partij zijn die die rol op zich neemt. Dat kan ook een projectpartner zijn die zegt, ik zal die taak wel op mij nemen. Belangrijk is vooral dat je er afspraken op maakt. Als jij hoofdaannemer bent en je krijgt de rol van BIM-procesmanager en BIM-coördinator bij jou, ik neem aan dat het geen probleem is als je dat op voorhand weet, want dan ga je daar gewoon meer geld voor vragen. Dat vraagt extra tijd, dat vraagt een extra taak. Dat is logisch dat je daar extra geld voor vraagt. Als jij niet op voorhand afspreekt en je hebt dat niet voorzien in je offerte, en dat komt als extra taak bij, dat is natuurlijk niet leuk. Dus zo'n dingen moet je op voorhand afspreken. Wie neemt de rol van BIM-procesmanager of BIM-coördinator op zich? Dan binnen het ontwerpteam, om het zo te zeggen, of aannemers die effectief modellen gaan bouwen, die hebben vaak een BIM-modelleur. Dat is iemand die effectief de BIM-modellen maakt, opbouwt, daar informatie aan toevoegt, wijzigingen doorvoert. En je hebt ook een BIM-discipline-manager. Dat is eigenlijk de contactpersoon op het BIM op niveau van BIM, van die partner. Dus als er iets is op niveau van BIM,
of, die moet, of je hebt binnen je eigen bedrijf meerdere BIM-modellen die gecoördineerd moeten worden, dan is dat zijn taak. Nu, ik heb hier haakjes rondgezet, want we hebben dat straks ook al gezien, niet elke partij gaat BIM-modellen opbouwen. Als jij gewoon informatie ontvangt, dan heb je natuurlijk geen BIM-modelleur nodig. Maar het is wel goed om te weten wat er allemaal bestaat. Het tweede luikje gaat over de documenten. Het is heel belangrijk dat je op voorhand afspraken maakt op niveau van BIM. En je wil niet op het einde met extra taken zitten die je niet voorzien had in jouw offerte en dergelijke. En die taken die worden gebundeld in het BIM-protocol. BIM-protocol is een document specifiek voor jouw project, met dus afspraken op gebied van BIM. Natuurlijk heb je ook je opdrachtgever die een bepaalde visie heeft voor BIM. Die wil BIM gaan toepassen met een bepaald doel voor ogen. Bijvoorbeeld, hij wil later, als zijn gebouw af is, zijn beheer en onderhoud gaan doen aan de hand van BIM. Met bepaalde processen, bepaalde beheerprocessen dat hij daarop wil gebruiken. Dus die heeft bepaalde informatie nodig in dat BIM-model. Dus zijn doelstellingen, wat dat opdrachtgever met BIM wil bereiken met dat project, dat wordt gebundeld in een BIM-visiedocument. En natuurlijk moet je zorgen dat de afspraken rond BIM op projectniveau, dat die voldoen aan dat BIM-visiedocument. Dat is logisch, want de klant is natuurlijk nog de klant. Daar wil je aan voldoen. Nu, dat BIM-protocol, dat is een statisch document. En dat omvat dus afspraken die eigenlijk door een heel het project ongewijzigd blijven en die belangrijk zijn om jouw prijs te maken. Als jij de taak krijgt om de verschillende modellen te coördineren, dan wil je dat op voorhand weten. Je neemt dat mee in jouw prijsofferte en dan ga je die taak uitvoeren doorheen het project. Maar je hebt ook BIM-afspraken die evolutiever zijn. Bijvoorbeeld, welke versie van software gaan we gebruiken? Dat zijn dingen die kunnen wijzigen doorheen het project, mits natuurlijk afstemming met andere projectpartners, niet zomaar op je eentje te beslissen. Maar dergelijke afspraken worden gebundeld in het BIM-uitvoeringsplan. Dat is eigenlijk een beetje een document dat gelinkt is aan het BIM-protocol, maar meer de afspraken van het BIM-protocol vertaald naar de praktijk. En die kunnen gaandeweg wel eens wat wijzigen doorheen de tijd. Dus je hebt daar ook verschillende updates. En dan heb je ook nog de BIM-modelleerrichtlijnen. Dat is eigenlijk, ik kan er in het BIM-uitvoeringsplan naar verwijzen. Het idee is dat je daar, dat daar beschreven wordt hoe een BIM-model bij een bepaalde fase, bij een bepaalde doelstelling, gemodelleerd dient te zijn. Bijvoorbeeld welk detailniveau, welke informatie moet er aanwezig zijn. Dat waren eigenlijk zowat de BIM-documenten. Als je daarvan hoort, dat je al enige notie hebt. En dan, hoe verloopt nu zo'n BIM-proces? Het begint met het opstellen van het BIM-visiedocument door de opdrachtgever. Dus wat wil de opdrachtgever met BIM bereiken? Wat zijn zijn doelstellingen? Ik kan dat een beetje vergelijken met het programma van eisen dat voor een gebouw wordt uitgewerkt, voor een bouwwerk, maar dan op het BIM-verhaal toegepast. Dan worden er projectpartners toegewezen, afhankelijk van type contractvorm. Zijn dat enkel ontwerpers of zijn dat ook al uitvoerders? De afspraken worden gemaakt rond BIM. BIM-protocol, BIM-uitvoeringsplan wordt samen opgesteld. En dan begin je te ontwerpen aan de hand van de BIM-modellen. Dus hoe gebeurt dat? Er worden modellen gemaakt, zoals er vroeger plannen werden gemaakt, worden nu modellen gemaakt. Die modellen worden uitgewisseld, worden op elkaar afgestemd. Er wordt gekeken, zijn daar issues of niet. Die issues gaan misschien, die worden teruggekoppeld aan de partijen, de modellen worden aangepast en zo krijg je eigenlijk een loop. Totdat die goed zijn, dat die op elkaar zijn afgestemd. Ja, je kan eventueel nog eens een update doen van het BIM-uitvoeringsplan. En dan kan je die modellen verder gaan uitwerken. Op een verder detailniveau voor de werkvoorbereiding. En ook hier, er worden misschien nieuwe modellen gemaakt. Die worden gecoördineerd, heel die loop. En dan kan men beginnen met de bouw. Dus als uw virtueel bouwwerk klaar is, dan kan je in de ideale wereld beginnen aan de effectieve bouw. En ook hier, dus niet onbelangrijk, kan zijn dat je een onderaannemer bent die eigenlijk met het bouwen van die BIM-modellen niet echt in aanraking komt. Maar gewoon op het moment dat de bouw start, misschien informatie ontvangt dat afkomstig is van een BIM-model, dat veel coherenter is, veel doordachter en veel meer toegepast op welke informatie jij nodig hebt. En als het gebouwd is, kan het S-beeldmodel worden opgesteld. Zoals je vroeger S-beeldplannen had, kan je nu een S-beeld BIM-model hebben.
En kan je dus je beheer en onderhoud aan de hand van die BIM-modellen gaan uitvoeren. Dat is een beetje heel eenvoudig hoe dat een BIM-proces verloopt. Nu, we hebben gezien op bedrijfsniveau, op projectniveau, hoe verloopt BIM nu? En dat is nu een beetje de volgende stap van oké, we zijn overtuigd, what next? What is next? Tip is gewoon, start eenvoudig. Hè. Dus de volgende dingen is eigenlijk, je hebt je basiskennis, je hebt je zelfanalyse doorgevoerd, je hebt je doelstellingen bepaald, je weet hoe je die wilt bereiken. Dan is start aan een pilootproject, maar begin niet met een supercomplex project of met supercomplexe doelstellingen. Nee, begin eenvoudig. Begin bijvoorbeeld met een idee, zoals rechts te zien is, gewoon al inzicht krijgen aan de hand van een BIM-model. Dat is vrij eenvoudig. Links is al een voorbeeld van een complex gebouw waar je complexe modellen hebt, wat dus niet direct hoeft vanaf het eerste moment. En dan, als je zegt, oké, je hebt een pilootproject opgestart, je gaat daar bepaalde dingen in, nieuwe dingen in toepassen, in gebruiken, dan is het heel belangrijk om nadien ook te evalueren. Wat zijn de resultaten? Hoe is dat pilootproject verlopen? Wat ging er goed, wat ging er minder goed? Waar hebben wij misschien winsten uitgehaald? Waar niet? Hoe gaan we nu de volgende stappen nemen? Gaan we mensen aannemen rond BIM of niet? En dergelijke. Maar dat is wel altijd heel belangrijk, dat als er wijzigingen worden, of nieuwe dingen worden toegepast binnen jouw bedrijf, dat je daar regelmatig een evaluatie van houdt. Dat gaat de mensen ook meer motiveren. En dan nog eens laatste, oké, het WTCB en BIM. Dus ik kom van de afdeling digitale bouw, hè, waar we dus eigenlijk de digitalisering in de bouwsector gaan bevorderen en bouwprofessionelen bij deze digitalisering gaan ondersteunen en begeleiden. Dat is ons doel. Hè. We willen jullie daarbij helpen. Digitalisering in de ruimere context. Hè, dus denk aan die drones, die 3D-printing, artificiële intelligentie, etc. Natuurlijk, we hebben gezien dat BIM daarbij een belangrijke rol speelt. Dus doen wij ook heel veel rond dat BIM-verhaal. Nu, wat doen we er allemaal rond? Enerzijds gaan wij kijken wat zijn eigenlijk de noden en de behoeftes in de bouwsector zelf. Waar komen ze vaak problemen tegen? Wat zijn misschien hindernissen? Zoals bijvoorbeeld het maken van die afspraken. Oké, we weten dat we afspraken moeten maken. Maar welke afspraken? Hoe ziet dat nu juist? En daarvoor hebben wij bijvoorbeeld het Belgisch BIM-protocol gemaakt. We hebben straks gezien dat een BIM-protocol eigen is aan het project. We hebben daar een soort template van gemaakt dat de mensen helpt om zo'n BIM-protocol op te stellen. Maar ook dat IFC-verhaal, dat is nu allemaal heel mooi voorgesteld in theorie. In de praktijk zijn er nog wel wat hindernissen te nemen. Niet alles exporteert 100% zoals het zou moeten. Dus ook daar zijn we aan het werken rond een IFC-gids die je daarin kan begeleiden en dergelijke. Dus we kijken eigenlijk naar wat zijn ook de problemen dat de mensen tegenkomen om te BIM'en. En die proberen wij aan te pakken aan de hand van documenten of andere bestanden. We geven opleidingen en lezingen, zoals deze onder andere. We zijn bezig met een tool te ontwikkelen waar je daar straks dus dat kort filmpje van hebt gezien. Om dus te zorgen dat je ook als je een BIM-model krijgt, gewoon al dat kan lezen. Kan lezen, kan bekijken. En de informatie dat voor jou relevant is, eruit kan halen. En los daarvan ook, bepaalde rekentools. We hebben vandaag de dag al rekentools voorhanden op de website, om die ook op termijn te gaan koppelen aan BIM. En je vanuit het BIM-model de nodige informatie eruit kan halen, om die tools eigenlijk te laten lopen. We hebben een website, we hebben bimportal.be, waar heel veel rond BIM terug te vinden is. We hebben ook sinds een paar weken digitalconstruction.be, waar je op kan gaan kijken die eigenlijk de ruimere digitalisatie binnen de bouwsector behandelt. Waar je dus informatie kan terugvinden, afhankelijk van jouw doelstellingen, welke technologie jou zou kunnen helpen. BIM is daar ook een onderdeel van en het zal dan ook binnen x aantal tijd, zal die bimportal eigenlijk ook vervat worden in de digital construction website. En we hebben ook, zeker ten tijde van corona, heel veel webinars gemaakt. Dat is misschien al iets leuker om webinars te bekijken dan om hele lange artikels te lezen of pagina's, webpagina's te door te spitten. Dus ook die webinars, als u dat interesseert, bekijk deze zeker. Nu, dat waren die vier deeltjes van dus dat tweede luik.
Ik ben daar vrij snel over gegaan. Hè. Dus ook die documenten, dat BIM-protocol, dat BIM-uitvoeringsplan of die rollen, hè, die verschillende BIM-rollen en zo. Dat was allemaal heel snel in een notendop. Maar daarvoor verwijs ik ook naar de lerende netwerken waar Sevens Benedict op gaat terugkomen en meer uitleg op gaat geven. Georganiseerd door de Vlaamse Confederatie Bouw. Die er eigenlijk allemaal veel dieper op ingaan. Hè. Dit was een beetje een overzicht. Misschien heel veel informatie tegelijk, maar dus het was een idee om dan in de andere sessies dieper op in te gaan. Dat was mijn verhaal. Moest jullie nog vragen hebben of zo, aarzel uiteraard niet om mij achteraf nog te contacteren.